Hopelijk is het geluid allemaal een beetje goed. Dan gaan we zo namelijk beginnen met de laatste 12 potten van de Weekend League. Vergeet natuurlijk niet even Groen Power Gaming te volgen. Zo blijf je altijd op de hoogte van een nieuwe stream. Lekker beginnen met FUT Champions. 6 wedstrijden gewonnen, zilver 3 zetten we nu. Nog 12 wedstrijden over. Ons doel is natuurlijk om zilver 1 of goud 3 te halen. Iedereen staat op full fitness. En de tegenstander heeft het volgende team. Een heel erg goed team, 3 team of the seasons, allemaal gratis spelers in zijn team. Misschien dat die Vardy gekocht heeft of gepakt, kan natuurlijk. Ik zal niet veel aan het woord zijn vandaag, want ik wil het beste resultaat halen vandaag. Goede redding van mijn keeper. En wat is dit? Dit wordt een doelpunt waarschijnlijk. Oh nee. Nieuwe man, Pedro. Ja, hij heeft heel weinig kracht. Oh, Bergkamp. Müller met het schot en het doelpunt.
de Duitse held Thomas Müller. Goede redding van mijn keeper. Dat doet de Ramos goed. Oh, Bergkamp. En nu wel 2-0. En de rage quit is ook binnen. Ja, ja, die hartjes in het chat. Lekker, man. Oh ja, kaasje, ja. We gaan gewoon lekker doorstomen. Laat even achter wat jij nu aan het doen bent. Dit is wel een heel erg goed team. Top team of the seasons, Messi, Shapeshifter, Player Pick, De Jong. Dit is wel een heel erg goed team. UFC. Oké. Oei.
Met lange ballen ga ik het niet redden, denk ik, met zijn verdedigers, met Militao en Ramos. Op de paal, kom goed weg. Die bal moest eigenlijk aan de voeten van Müller. Ah, chips. Waarom kan ik niet gewoon de spelers selecteren die ik wil selecteren? Oh, goede herling. Korte bal op het diepe. Dit is Bergkamp. En daar is de 1-1. Thiago. Kaasje. Wat een geluk. Dit is een panel. Wauw. Hoezo is dit een penalty? Wauw.
En dan bullshit ook meteen weer. Gaat hij ook weer naar de hele verkeerde persoon toe? Gaat hij scoren, let maar op. What the fuck? Voor mij gaat deze gast de loterij winnen. Moet zien hoeveel geluk hij heeft. Wauw. Ik ga naar Russel wisselen. Wat een vies slap poepschot. Het wordt alles of niets. Griezmann komt in de spits, Traoré komt erin, Kostic komt erin, Thiago gaat ook uitvoeren. Fred, en dan gaan we constant pressure spelen dan maar. Dat zou ik wel graag willen doen, waar de ruimte is, maar goed, als mijn tegenstander alles afschermt. Kijk, zoals Traoré maakt geen loopactie. Je blijft een beetje hangen, dat kan ik niet goed weten. Traoré, yes! Ik kan niet selecteren de speler die ik wil selecteren. Daar ben ik ook een beetje moe van trouwens. De score met deze afloop is 5-2. Houdt u het allemaal nog bij? De bal wordt op de flank gespeeld. Jammer van die aanval. Dat is ongeveer een vieze kutpaas. Sadio Mané. Nog steeds op weg naar het doel. Messi. Kijk, zie je waar Griezmann blijft? Die moet er gewoon doorlopen, man. Hey.
Hij is ook nog fucking goede spelers op de bank zitten allemaal. Neymar, Vardy, Fekir. Het draait er al een kwartier geleden al een beetje. Dan blijft een beetje dom daar staan. Ja, dit ook. Wat is dat voor bullshit? Waarom... Ik heb helemaal geen zin om hier wat over te zeggen, maar ja. Waarom plaatsen die bal dan hier in één keer even door? Ik zit er gewoon tussen met Regulon bij die bal ofzo, die combinatie. Kijk, ik wil schieten, ze rijden even tussen. Dat duurt weer te lang beschieten omdat het delay in de controller zit natuurlijk. Kijk, waarom pakt ze die bal niet gewoon? Deze was een... Weet ik niet meer. Müller heeft buitenkant met zijn schoen schieten breed. En hij gaat met zijn linker schieten terwijl hij met de rechts buitenkant die bal begon in schieten. Gaan we zijn goals even terugkijken. Hoeveel geluk deze meneer heeft.
Je ziet ook dat, volgens mij is dat Mandy. Ik zal even naar hem overschakelen, dat hij stil blijft staan op een gegeven moment. Dit is Mandy. Zie je, hij is in de beweging om naar de bal toe te gaan. En hij houdt in. Hier, houdt hij in. En dan loopt hij terug. Wow. Maar die panel was natuurlijk nooit de panel. Oh ja. Via de knie van Koeman. Ach, laat maar. Volgende tegenstander heeft ook een goed team. Ik weet dat Hakimi high-low heeft. Dat is gewoon een prima team. Hoe die kan die bal nou weer tussendoor gaan? Oh. Hij is hier geblesseerd, flikker op. Is dat weer zo'n vieze kut voor je zet? Zie je hoe hij met Petit hoe erg hij mijn paasrichting afschuilt? Ja, Müller, bam!
op de lat tegen de keeper aan. Oh. Zit het weer niet mee, zoals wel vaker. Die rebound komt precies weer, precies toevallig bij de tegenstander. Goed dan. Je ziet al van mijlen ver aankomen dat die bal naar Saul gaat, want het is zo'n zachte type straatbal. Dieves kutzaadpaas. Oh, is dat weer zo? Wat een kutspel, wat een vies voor dieven spel dit. De tegenstander heeft ook wel een fucking goed team. Fucking goede player picks. Natuurlijk. Ja,
Gaat hij weer naar de verkeerde man. Doelpunt. Neem de bal van aan. Gaat dus een poepanimatie doen alsof hij een sluim maakt. En Bergkamp rent via Maastricht naar de bal toe in plaats van gewoon recht naar de bal. De bal werd verkeerd mee. Die bal is zo lang onderweg. Wat kan ik daar nou aan doen? Jezus man. Zag je hoe snel Mandy aan het versnellen was? We'll be right back.
Yes! Bam! Steekbal anders zo verrot verkeerd. Timing is ook weer verschrikkelijk verkeerd in deze pot. En als die bal met Müller groen getimed is, dan vliegt hij gewoon in de kruising. Oh, wat een kutpaas opeens weer. Wat realistisch, wat fucking realistisch. Zo'n bal ook, als die gewoon weer aankomt, is gewoon weer een doelpunt, maar goed. EA gunt het mij niet, komt waarschijnlijk door de video. Shining.
kijk, op de paal. Wow. Nou, loop dan gewoon in één keer door. Schakel die over naar Koeman terwijl ik gewoon nodig wil zijn. Ik zit ertussen en hij krijgt de bal gewoon mee. Want Neymar is meta. Oh, ik doe het echt een kwartier geleden al, dat is super knap, ja. Gaat hij nog weer scoren? Moet je zien hoe makkelijk die bal er tussendoor gaat. Dat is dan niet normaal, flikker op de kutspel.
Dit is ook niet normaal hoe soepel deze game wordt gespeeld. Met vergelijking met de andere gamers van dit spel. Oké, dit is realistisch. Dat Bev gaan sukkelballen afhaalt, maar in de weekend league gebeurt dat nooit. Alleen spelen. Zwak. Team met deze man eigenlijk. Vrij toch gewoon nog een starter team. Ik kan zien hoe slecht ik ben. Thank you.
zagen. Hup. Weer heel veel delay. Haha. The mind games. Oh, twee keer op de paal. Man die niet doen niet het centrum. We gaan hem helemaal kapot maken deze fans. Kom maar, alles of niets. Maar ik weet dat hij me kan horen, dat vind ik leuk. Oh, wat goed, Koeman. Ja, Koeman kent Müller. Oh. Oh, wat een slechte paas.
Haha, lekker voor je. Klein zusje. Goal. Derde kapitein Thomas Müller. Maar laat even achter, wat wil je gaan zien? FIFA 19 of FIFA 18? Yes, Kent. Oh. Kent gaat lopen, gaat lopen. Zit Müller. Müller. Oh, wat een redding van zijn keeper. FIFA 18, dan gaan we dat zo ook spelen. Dit wordt een doelpunt. Ja hoor, Müller. En de tegenstander is weg. Haha. We hebben hem helemaal mad gemaakt. Ja hoor. Met 10 maal maken we hem helemaal kapot. Ik ga even zijn team nog even bekijken straks. Ik weet niet welke speler hij allemaal heeft. Ik ga nog even een pakketje openen en zijn team nog even bekijken. Ik ben benieuwd hoe zijn team het tegen speelde. Zouden alle goede spelers denk ik leenspelers zijn. Terecht overwinning natuurlijk. Ik ga het pakketje nog even openen. Wordt vast geen bordenspeler. Nee. Tomori. Maar dan ga ik even overschakelen naar FIFA 19. Dus jullie gaan even blauw zijn.